Junior van de Velde, sinds half januari actief voor FC Den Bosch. Hoe kijk jij terug op jouw eerste vier wedstrijden in bossendienst? Uh, ja, uh, we begonnen wat moeizaam denk ik. Go Ahead thuis, uh, nederlaag, zonde. Daarna Helmond uit, 0-0. Ja. Toch ook niet het resultaat waar je op hoopt. En dan de laatste twee wedstrijden natuurlijk wel betere resultaten. Dus uh, dat wel beter. Ja. Dat zijn de resultaten, maar vooral jouw persoonlijke spel? Uh, ja, ik denk eigenlijk ook een stijgende lijn. Ik denk dat de go-ahead begon wat moeizaam. Moest ik even aan de jongens wennen, maar kwam ik beter in de wedstrijd. Helmond, um, op zich een degelijke wedstrijd. Ik won me duels, zeg maar, maar er kwam niet echt iets. Uh, geen bijzondere dingen. En ik denk uh, bij AZ en bij Roda, denk ik uh, wel mezelf kunnen laten zien. En dan ga je zelfs doelpunten maken. Ja, ja dat is lekker. Dat, uh... um, sinds vorige week ook een nieuw maatje centraal achterin. Ja, Leon. Ja, um, hij kwam op de laatste dag van de transferperiode denk ik. Uh, ik kende hem al een beetje zeg maar, omdat ik regelmatig tegen hem had gespeeld met jeugdelftallen en ook nog met Jong, uh, Ajax en AZ. Dus ik wist wel een beetje wat ik kan verwachten en uh, ja, ik denk dat we het goed doen samen nu. Trek je dan de eerste dagen ook samen met elkaar op omdat je toch een nieuw centraal verdedigingsduo vormt? Ja, ja ik denk dat wij uh, veel naar elkaar toe zijn getrokken en uh, veel over voetbal hebben gepraat en ook persoonlijke dingen, dus dat is uh, positief. Nou, vrijdagavond, de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Je begint al een beetje te gehimlachen. Speciaal de wedstrijd voor jou? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb daar mijn hele jeugdopleiding doorlopen. Ik heb daar uh, mijn debuut gemaakt in betaald voetbal. Ik uh, ken al die jongens nog goed, dus ja, dat heeft wel uh, iets extra's, toch? Dus als er iemand iets weet van Jong FC Utrecht, dan is het Junior van der Velde? Zeker, dat heb ik ook al even met de trainer besproken. Waar ligt de kracht van Jong FC Utrecht? Uh, ik denk dat zij individueel heel veel kwaliteit hebben. Zij hebben... Jongens, dat, die, dat zijn voetballend allemaal um, goede voetballers, zijn heel erg naar voren gericht. Uh, en individueel kunnen ze allemaal heel goed voetballen. Ik denk alleen dat zij um, wel te pakken zijn in de omschakeling en de fysieke opzichten. Ja, je zegt het al zelf, heel erg naar voren gericht. Ja. Ofwel, in de defensie en met name achter de defensie ligt de kans en de ruimte. Ja, natuurlijk. Kijk, die jongens hebben ook kwaliteit. Anders voetballen ze daar niet. Alleen, ik denk wel dat, dat wij in de omschakeling en fysiek gezien, moeten wij uh, daar het verschil gaan maken. Ja. En ze komen met een lekker gevoel hier naartoe. Als ik kijk naar de uitslag van afgelopen maandagavond tegen Jonge Ajax. Ja, dat was uh, ja, een goede uitslag. Daar kan ik niks anders over zeggen. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik heb de wedstrijd gezien. Uh, de kansen die ze kregen benutten ze eigenlijk ook allemaal. En dat was wel. Uh, ze waren heel effectief. Dus dan naar FC Den Bosch kijkt. Want je moet altijd van je eigen kwaliteit en eigen kracht uitgaan. Laatste twee wedstrijden gewonnen. Daarvoor gelijk spel tegen Helmond Sport. Die staan in lijn. willen we voortzetten richting de play-offs. Ja, absoluut. En ik denk ook dat we dat uh, steeds weer met beter spel gaan doen. Kijk, uh, AZ kreeg natuurlijk vrij vroeg rood, maar ook daar waren we denk ik wel de betere ploeg en tegen Roda helemaal. Daar lieten we gelijk vanaf het begin zien dat we goed konden voetballen, veel kansen creëren. Dus ik denk dat als wij deze lijn doorzetten, dat we uh, zeker kunnen gaan winnen vrijdag. Ja. Dan ga ik nog even terug naar de wedstrijd eerder dit seizoen. Voor jou geldt dat deels dat er revanche tegen Jong FC Utrecht. Genomen moet worden. Ja, kijk, dat was uh, ik geloof 5 en 1 ja, nou ja, ik, ik, ik ben nu speler van Den Bos, dus ik, ik ben gewoon Den Bos. maar dus ja, er moet gewoon refines genomen worden. Simpel. Het enige wat morgenavond verteld zijn de drie punten. Zeker weten. Dankjewel.